De vraag naar statiegeld op blikjes en plastic flessen is de afgelopen week in het Vlaams parlement opnieuw op tafel gelegd door de SPA. Nochtans, in het zomerakkoord van de Vlaamse regering in juli vorig jaar is een afvalplan voorgesteld zonder statiegeld. Onder meer de N-VA wilde niet. Beide partijen zijn mijn gast voor een debat. Welkom. Dag dames en heren, ik praat met Stief van den Bergen, Vlaams parlementslid voor de SPA, met Wilfried van Dalen, die voor de N-VA deel uitmaakt van het Vlaams parlement. Ook hier aan tafel Bert Teunkens, bioloog verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Welkom allemaal in het programma. Graag. Ja, Stief van den Bergen, u heeft deze week in de commissie Leefmilieu in het Vlaams parlement nog eens de vraag naar statiegeld op blikjes en plastic flessen op tafel gelegd. Waarom opnieuw? De regering had beslist, het komt er niet voor 2023, als het er al komt. En dan legt u dat nog eens op tafel. Wel, de problematiek van het zwerfvuil is gigantisch op vandaag. Het is niet alleen ongelooflijk falikant voor het leefmilieu. We hebben dat deze week nog gezien, dat er zelfs al microplastics te vinden zijn in de eieren van de vogels. Het irriteert de mensen ook gigantisch veel. Maar vooral, en niet in het minst, het is ook ongelooflijk duur voor de belastingsbetaler. Elk jaar moet er 25.000 ton restafval, zwerfafval worden opgehaald. Dat kostte miljoenen euro's aan de belastingbetaler. Ja, we hebben het dan over sensibilisering. Dus dat is mijn punt. Het zwerfafval is een heel groot probleem, maar ook de regering zit met een heel groot probleem, omdat ze het probleem onvoldoende onderkennen. Ja, maar goed, ik vroeg natuurlijk waarom heeft u het nog eens op tafel gelegd, want een jaar geleden, voor de zomer, in juli eigenlijk, het zogeheten zomerakkoord, had ook een luik afval. En toen is gezegd van kijk, we gaan wachten tot 2023 en toch legt u het nog eens op tafel. Waarom? Wel, de hele eenvoudige reden is dat de regering zich verschuilt achter het afvalplan. Maar het afvalplan is één grote farce in die zin dat men de basis waarvan men uit vertrekt helemaal onjuist is. Ik zeg altijd, meten is weten. En de cijfers die de regering gebruikt in dat afvalplan zijn manifest onjuist. Zij refereren naar de cijfers van Fosplus. En als je de cijfers van Fosplus bekijkt, dan moeten de producenten de volgende jaren vrijwel niks meer doen. Ja. Die zeggen 90% wordt gerecycleerd. Wordt gerecycleerd, maar dan zegt de Vlaamse regering wel, ja maar ja, wij gaan boetes opleggen aan de consumenten, aan de producenten, excuseer, als zij die cijfers niet halen. Wij kennen twee studies van de Universiteit van Antwerpen, maar ook van de Universiteit van Leuven, excuseer, en ook van Recycle Network, die andere cijfers geven, wetenschappelijk onderbouwde studies. En daar komt de regering niet op terug. Dus ik vind het gewoon niet correct dat de regering die cijfers gebruikt. En wat heel erg belangrijk is, ze hebben op geen enkele manier, vind ik, een item terug in dat plan die een betere oplossing geeft aan die 40% minder restafval die je kan creëren als je statiegeld En 40% dat is de hoeveelheid blikjes en flessen die in het restafval zitten. Wilt u gebruik maken van het momentum ook? Want ja, er is een nieuwe minister voor omgeving en mensen maken zich zorgen om het klimaat. Er wordt gespijbeld en betoogd, ook deze week. Hè. En de CO2-uitstoot moet naar omlaag. U heeft tijdens uw vraagstelling de link gelegd met statiegeld. De link tussen CO2 en statiegeld. Maar dat is ook een heel interessant onderzoek dat duidelijk zegt dat als men beter recycleert in plaats van nieuw plastic aan te maken, dat men voor het milieu ook beter resultaten haalt. Veel minder CO2. Tijdens de productie van... Tijdens de productie. Dus als je die 40% zou kunnen verminderen via statiegeld, ja, dan kan je 60 kiloton CO2... Dat is gelijk aan 3 miljoen bomen, wat 3 miljoen bomen uit de atmosfeer jaarlijks haalt. Ja. En dan verminder je dat daarmee. Dus dat is nog een keer het bewijs dat het zo belangrijk is voor het leefmilieu dat de regering heel veel tijd aan het verliezen is. En als men nog gaat wachten tot 2023, ja, als je elk jaar zoveel ton afval opnieuw in de natuur laat gaan, dan vind ik dat gewoon een vorm van schuldig verzuim. Dat wil u niet laten gebeuren, Wilfried van Dalen. CD&V, regeringspartij, met Joke Schouwvliegen toen nog, was eigenlijk gewonnen voor statiegeld. Wilde dat afgelopen zomer ook invoeren, maar uw partij heeft zich dan een coole minnaar getoond toch wel, hè, van dat systeem. Is dat nog steeds zo? Hè? Er is dat CO2-argument dat er nu bij komt. Ik hoor hier Stief van den Bergen zeggen, het is 40% van het zwerfvuil. Dat kan eruit gehaald worden. Als mensen daar geld voor krijgen voor afval, ja, dan gaan ze het op die manier proberen te vermijden. Ja, nu natuurlijk de analyse die delen we. Iedereen weet, er is te veel zwerfvuil in het milieu en dat is heel schadelijk enzovoort en die microplastics. Dus daar hebben we, denk ik, geen discussie over. De discussie bestaat alleen
van hoe gaan we dat oplossen? Hè? Wat is de beste manier? En dan vinden wij inderdaad statiegeld niet de ideale oplossing, om een aantal redenen. Ik kan er een paar noemen. Eén, je pakt er alleen de drankverpakkingen mee aan. Alleen PMD, plastic en blik. Het is wel al 40%, hè? Ja, maar goed, het is ook maar 40%. Dus al de rest, de helft, hè? Folies, 40% is niet de helft, hè. Folies, piepschuim, kauwgom, sigarettenpeuken, blijft allemaal ongemoeid. Dus wij vinden dat niet goed. Wat uit het buitenland komt, wat je in het buitenland koopt, zit er ook niet in. Nu al hebben we 7% drankverpakkingen die we in het buitenland aankopen. Dat zal meer worden, want als we enkel in Vlaanderen een statiegeld invoeren, dan is alles wat wij in Brussel en in Wallonië kopen, en dat doen is we, ook het buitenland, is dan ook buitenland, dus dat, ja, zit er dan ook. Want goed, onze buurlanden hebben het eigenlijk al, hè, zo'n systeem, de meeste van onze buurlanden. Ja, ook niet allemaal en ook op andere manieren, maar dat zou ons te verleiden. Misschien nog een argument is ook een beetje het comfort van de mensen. Wij zijn eigenlijk vandaag wel, wat Steve ook zegt, en over de cijfers, die cijfers van Fosplus, die moeten inderdaad beter, daar zijn we het ook over eens. Maar we zijn hoe dan ook, welke cijfers je ook neemt, wij zijn kampioenen in het verzamelen, inzamelen en recycleren vandaag. Onder andere door die fameuze blauwe zak, die PMD-zak, waarvan wij zeggen, dat moet ruimer, daar moet meer in kunnen. Maar dat is heel comfortabel voor de mensen natuurlijk. Het wordt bij je thuis opgehaald. Ja, maar het verandert de vaststelling natuurlijk niet dat er heel veel afval nog altijd op straat belandt. Ja, precies. Maar vandaar ook dat wij... En wat gaan we eraan doen? Wat gaan jullie eraan doen? Wat gaan we doen en wat hebben we al gedaan? Want inderdaad, deze zomer is er toch een vergaand engagement gekomen van de sector. Ik durf zeggen, onder druk van de N-VA hebben zij beslist om, er zit van alles in dat pakket, maar ik noem misschien het belangrijkste voor vandaag, 90% van de drankverpakkingen gaan zij inzamelen en recycleren tegen 2022. 90%, dat betekent dat dat meer is dan wat Europa vraagt, dat het ook sneller gaat dan wat Europa vraagt en dat het meer is dan wat bijvoorbeeld Noorwegen haalt. Noorwegen, de kampioen van het statiegeld, zit aan 85%. Dus wat dat betreft, dat engagement van de sector, die producentenverantwoordelijkheid zoals wij dat noemen, vinden wij bijzonder belangrijk. En ook voor andere vormen van afval willen we een oplossing. Dus nu betaalt alleen de verpakkingssector, drankverpakkingen, 17 miljoen per jaar. Nu gaan ook de andere sectoren bijdragen, de andere producenten, ook van kauwgom, ook van folies, ook van, gaan bijdragen. Dan misschien nog een laatste element, die PMD-zak, die wordt inderdaad verruimd. Wij hebben daar jaren op aangedrongen, dat is nooit gelukt, nu wel. Dus men kan voortaan ook dat yoghurtpotjes... De beslissing is genomen, maar we zijn nog niet zo ver. Jawel, jawel, jawel. Wordt uitgerold, wordt gefaseerd uitgerold volgens de regio. Volgens de regio's zit wat verschil op. Ja. Maar dus uw botervlootjes, uw piepschuim, uw folies, uw yoghurtpotje, dat kan straks allemaal in de blauwe zak. Wij denken dat dat wel een stap vooruit is. Nu, het is een verantwoordelijkheid van de producenten. Ze moeten die verantwoordelijkheid... Wat is de stok achter de deur? De stok achter de deur is ten eerste evaluatie al in 2023, dus als ze het dan niet halen. Als zij zeggen we kunnen het zo doen, dan zeggen wij oké, bewijs dat jullie het kunnen. Wij gaan kijken of je dat doel haalt. We gaan niet zeggen welke middelen jullie moeten gebruiken. We geven het doel aan en als jullie dat niet halen in 2023, ja, dan volgen er boetes. Dan volgen er eventueel andere manieren van beloning of bestraffing en dan kan eventueel ook nog statiegeld. En komt er eventueel statiegeld? Ik heb u in een eerdere discussie in het parlement nog horen zeggen, ja, de milieuwinst die je boekt met statiegeld in verhouding tot de kostprijs om het systeem in te voeren is te klein. Ja, die kostprijs is wel zeer hoog, hè. Dus het is hoe dan ook zo dat je daar een heel systeem moet voor uitrollen. Je moet die verpakkingen ook inzamelen. Dat is nog een argument. De kleine winkels kunnen niet zo'n dingen installeren. Dat gaat dus naar de grootwarenhuizen. Mensen gaan daar dan ook meteen hun inkopen doen als ze daar dan hun blikjes naartoe brengen. Die blikjes moeten ze ook ongeschonden binnenbrengen, hè, want men moet dat kunnen lezen. Dus dat is niet zo comfortabel als de systemen die we nu hebben. Ik heb inderdaad Steve van den Bergen unizo ook wel horen zeggen. Dit gaat aan winkeliers, aan de kleine middenstanders, ruimte vragen. Ze gaan dat moeten kunnen stockeren. Men laat bedragen vallen van 40.000 euro per winkel die de winkelier dan moet ophoesten. Dat is niet zo fijn om te vernemen natuurlijk als winkelier. Ik ben het daar niet mee eens. Ik heb al heel veel studiewerk gedaan in ons omringende landen. En dat kunnen dan misschien andere systemen zijn. Nederland, waar intussen tijd 95% wordt gerecycleerd na het invoeren van statiegeld. Ja, Nederland doet nog altijd maar een deel. Ja, maar de vraag was, moeten we die winkeliers tegemoet komen? Ik zal op antwoorden. Ik denk dat je vooral die grotere keten moet responsabiliseren. En op lange termijn, en ik heb die studies bekeken, ik heb die cijfers gezien, wordt dat een win-win situatie voor iedereen. Die kleinere handelaars kun je op deze
eerste instantie niet verplicht en dat zullen we ook niet doen. Je moet hen wel de kans geven, maar het zijn vooral die grotere winkelketens, zoals een Delhaize, zoals een Colruyt, dat je daar wel kan voor responsabiliseren. En effectief, het is een investering. Het is een investering voor het milieu, maar op het einde kan het wel een win-win situatie worden, want het is niet de gebruiker die ervoor moet betalen. Nee, zij krijgen een centen terug, maar je moet vooral, en ik herhaal dat nog een keer, de producenten daar een stuk voor in laten participeren. En dan is dat niet alleen belangrijk financieel, maar ook, en daar komt het altijd op neer, voor het milieu. En dat neem ik de meerderheidspartijen voor een groot stuk kwalijk. Zij weigeren eigenlijk van dat verder te gaan onderzoeken. Zij slaan altijd met een stok, want initieel wilde de minister van de CD&V, mevrouw Schouwvliegen, het statiegeld invoeren. Ja, zij is teruggefloten geweest. Heb ik al gezegd. Ik wil dat punt wel maken. Zij is teruggefloten geweest door de VLD en de N-VA om dat niet te doen. Maar als onder één druk, dat is de lobby van de producenten. Ja, ja, maar ik ga even Bert Teunkens aan het woord laten van de Universiteit van Antwerpen. Want als ik de huidige plannen bekijk, dan zou het in 2023 kunnen dat er statiegeld komt. De vraag is alleen, kan het leefmilieu wachten tot 2023? U bent voor de universiteit de hoeveelheid plastic in de Schelde aan het onderzoeken. Ik had begrepen dat uw onderzoek nog bezig is. Ja, inderdaad. Maar u heeft al voorlopige onderzoeksresultaten. Kan u al iets aantonen? Wat we weten is dat er modellen zijn voor de Schelde die aantonen dat de bijdrage van de Schelde aan de plastic vervuiling in oceanen, zeeën en oceanen, dan tussen de 4 en de 23 ton ligt. Momenteel doen we staalnames in de Schelde zelf, dus in de waterkolom en nog niet op de oevers. In de waterkolom vinden wij redelijke hoeveelheden plastic, vooral folies. Andere onderzoeken in het buitenland tonen wel aan dat voornamelijk de plastic drankflesjes dat die vrij snel terug aanspoelen op de oevers en daar dan tijdelijk blijven liggen. En aangezien het verschil. U meet zogeheten macroplastic. Ja, macroplastic. Alle plastic groter dan 2,5 centimeter. Omdat ook mijn project is gelinkt aan de plannen van de Vlaamse Waterweg om afvalvangers, trash interceptors, op de Schelde te plaatsen. Momenteel. Wat moet ik mij voorstellen? Grote netten die dan afval opvangen? Dat zijn eigenlijk drijvers die het plastic in een bepaald punt samenbrengen. Om ze dan effectief uit het water te gaan halen. Ja, je moet rekenen dat de Vlaamse Waterweg jaarlijks ongeveer 3,5 miljoen moet investeren om de Schelde proper te houden. Ja, dat is de beheerder van de waterlopen. Ja, hè? Ja. Om aanvaringen met schepen, bijvoorbeeld grote plastic zeilen en dergelijke, te kunnen verwijderen. Maar ook de visserij ondervindt schade. Ja, maar goed, dat gaat dan over die macroplastics, hè, groter dan 2,5 vierkante centimeter. Of centimeter. De lengte 2,5 centimeter. De lengte 2,5 centimeter. Als u zegt, dit is verantwoordelijk voor x aantal ton plastic in de oceanen, dan zou het wel eens kunnen dat de hoeveelheid plastic nog veel groter is als je er de plastic die nog kleiner is, zou bijtellen. Ja, de modellen tellen de volledige plastic. Maar zij kijken naar de micro- en de macroplastics. Maar ook de modellen zijn momenteel gebaseerd op mismanaged plastic waste. Wat eigenlijk het gedeelte van het afval is dat niet terug ingezameld wordt. Ja. En kennen we de verhouding tussen het afval dat in de oceanen terechtkomt, dat afkomstig is van schepen, van visserij, plastic netten en het aandeel dat van land komt? Modellen geven aan dat tot 80% van de plastic van op het land komt en dat de scheepvaart dan op de zeeën en oceanen zelf een kleinere bijdrage levert aan de vervuiling. Wat ik van jou nog zou willen weten, om een voorzet te kunnen geven aan de politici aan tafel, wat je vaststelt, is dat van die aard dat we moeten concluderen dat er geen tijd meer is te verliezen? Ik denk het niet. Momenteel wordt er geschat dat er in de oceanen al 150 miljoen ton aanwezig is. Het grootste deel gaat daar nooit meer uitkomen. Een fractie die drijft, bijvoorbeeld de Great Pacific Garbage Patch, die we ondertussen wel kennen uit de media, daar is het nog wel mogelijk om een fractie... Waar die Nederlandse ingenieur een oplossing voor zoekt. Hè? Om die fractie te verwijderen, dat is maar een kleine fractie. Dat duurt ook jaren eer dat de plastic daar is. Wij kijken nu naar rivieren, rekening houdend met dat er elk jaar momenteel geschat 8 miljoen ton bijkomt, is de rekensom snel gemaakt. Geen tijd te verliezen. Is inderdaad
Geen tijd te verliezen, Wilfried van Dalen. En dan hoor ik de regering zeggen in 2023, gaan we de balans opmaken? Ja, nee, maar dat vind ik een hele vreemde redeneervoud hier. Het is een vraag, hoor. Ja, nee, maar ook daarnet in de vraagstelling van, ja, dus er wordt nu geen statiegeld ingevoerd, pas in 23 evaluatie, dus er gebeurt niets tot 23 terwijl actie dringend nodig is. Ja, dat is het precies. Als je vandaag beslist om statiegeld in te voeren, dan zal het langer duren, volgens mij, voor je daar resultaat van ziet, want dat moet allemaal nog geïmplementeerd worden, dan wat nu gebeurt. Nu hebben we aan de sector gezegd, waarom zou de sector sneller in gang schieten? En zij moeten wel. Zij moeten wel, want ze moeten al tegen 2022 resultaat hebben. Ze moeten tegen 2022 aan die 90% recyclage zitten en inzameling van hun drankverpakkingen. Als je vandaag beslist om statiegeld in te voeren, duurt het waarschijnlijk al tot 2022 voor die machines er staan. Dus wat dat betreft zijn we, denk ik, met deze regeling sneller, korter op de bal gaan spelen dan met statiegeld. En moeten we FOS Plus dan toch eens wijzen op hun cijfer van die koers die Van den Bergen zeggen? Die 90%, dat klopt niet. Die zijn daar al vaak op gewezen, maar het is ook wel zo dat de overheid allang niet alleen met die cijfers van FOS Plus werkt. Omdat dat zijn de fabrikanten, hè? Omdat men ook wel weet dat daar fouten in zitten. Okay. Dus die cijfers worden ook wel gevalideerd op andere manieren. Ook OVAM en zo houdt toch wel de vinger aan de pols en die hebben ook wel correcte cijfers. De openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. Steve Van den Bergen, ik hoor zeggen, kijk, als we statiegeld zouden invoeren, dan gaat het eigenlijk langer duren. We kunnen maar beter meteen in gang schieten en de producenten meteen aan het werk zetten. Wel, ik wil daar drie dingen duidelijk op antwoorden. Ik zal de bal terugkaatsen naar mijn collega. Waar in het plan staat er een actie of acties die ervoor zorgt dat 40% van het zwerfvuil verminderd wordt, zoals statiegeld dat wel doet? Er zijn een aantal acties ondernomen, kleinschalige, maar ik heb van de regeringspartijen daar nog geen enkele keer een antwoord op gekregen. Welke acties zal dat terugvoeren? Dat is één. Twee... Het is geen kwestie van vertrouwen. Laat ons nu even afwachten wat de producenten gaan doen. Ik wil met nee. Waarom? Omdat de juiste cijfers niet worden gebruikt. Men baseert zich, want meneer Van Dalen mag dat tegenspreken, men baseert zich vandaag nog steeds op de onjuiste cijfers. Van FOS Plus. Van FOS Plus. Dat is zelfs wel zijn tegen de kind in school. Ik hoor net zeggen, we gaan cijfers van OVAM hanteren. Nee, er moeten wetenschappelijke objectieve cijfers worden gebruikt. En die cijfers die ik aangehaald heb van die twee studies, van het recyclingnetwerk en van de universiteit, zijn heel duidelijke cijfers die zeggen dat wij amper 60% recycleren. Ik zie in het plan niet. Ze zeggen het me concreet. Welke acties ervoor zorgen dat er meer zal gerecycleerd worden op korte termijn? Ik vind dat nergens in terug. En dan het feit van wij gaan er niet aan beginnen met statiegeld, omdat er nog allemaal op punt moet gezet worden. Ja, ik vind dat een totaal verkeerde argumentatie. Als je weet dat het op lange termijn echt wel zijn vruchten gaat afwerken, niet zo lange termijn, dan begin er daaraan. Ik vraag al 2 jaar om eraan te beginnen, maar nee, telkens wordt er gezwaaid van het kan niet. En dat is maar voor één voordeel, dat is de producent. En de consument wordt in de steek gelaten. En mijn derde punt, en daar zal ik dan dit item mee afsluiten, wat ik niet begrijp, is dat de burgemeester via de statiegeldalliantie, de lokale besturen, er volledig achter staan. Ook heel wat lokale besturen van N-VA, van VLD, van CD&V, die achter de invoering van statiegeld staan. Ja. En dan op hoger niveau zegt van nee, we gaan dat niet doen, om welke reden dat ook. En dus, vandaag krijg ik ook die argumenten. Inderdaad, misschien even duiden voor de kijker. De statiegeldalliantie is een verzameling van steden, gemeenten, bedrijven, verenigingen die pleiten voor statiegeldobliques en petflessen. En inderdaad, in een aantal van die steden en gemeenten zit de N-VA. Ik wil eerst antwoorden op een paar dingen wat de collega heeft gezegd. Hij zegt bijvoorbeeld, de consument wordt in de steek gelaten. De producent wordt beveiligd en de consument in de steek gelaten. Wat mij in deze discussie ergert, is dat die consument verdorie nog altijd met alle systemen die wij hebben, waar de overheid uw PMD thuis komt ophalen, waar er containerparken zijn waar je naartoe kunt, waar uw restafval thuis wordt opgehaald, dat je dan nog die consumenten, waar u het over hebt, collega, dat die nog rommel in de natuur en in het milieu gooit. Dat begrijp ik niet. Voor mij mag dat ook zeer zwaar bestraft worden. We kunnen zeggen, het is de consument zelf die... Nee, maar die heeft ook zijn verantwoordelijkheid. Want ik kan er echt niet bij. Ik kan er echt niet bij. Dus dat vond ik een vreemde uitspraak. Nee, dat is niet waar. Waar de collega zegt van, ja, daar staan geen concrete dingen in. Dat is natuurlijk ook niet zo. Dan hebt u de teksten niet gelezen, collega. Maar dat is natuurlijk ook fundamenteel dat je zegt, die producent moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Zij staan het dichtste bij het hele verhaal. Zij kennen hun producten, zij kennen de manier waarop ze die distribueren. Dus het is aan hen om te bepalen hoe ze dat streefcijfer van die 90%, waartoe ze zich engageren, al tegen 22, hoe ze dat gaan halen. Maar er staan wel degelijk ook concrete dingen in. Want? Bijvoorbeeld het verbod op gratis kassa. Kassazakjes, er zijn een aantal tonnages genoemd. Die kassazakjes alleen al zijn goed voor 2500
ton per jaar. In Vlaanderen. Dus 96 miljoen zakjes, ja, die gaan er deels uit, althans als ze gratis zijn. De overheid zegt ook, wij gaan geen wegwerpmaterialen meer gebruiken in catering. Een aantal gemeenten, ik denk ook de uwe, ook de onze, heeft ook al een verbod op wegwerpverpakkingen, wegwerpbekers bij evenementen enzovoort. Dus daar om dan op uw overigens, deze week heeft Unizo de starter van het jaar beloond. En het is een bedrijfje dat wegwerpbekers maakt voor festivals. Ik wil nog even naar Bert Teunkens gaan, want het is hier al gevallen. Ja, producenten moeten meer doen, wordt dan ook gevraagd. Kunnen ze ook meer doen in de productie? U bent bioloog. Bestaat er bioafbreekbare verpakking waar werkelijk niks meer van overblijft? Er bestaan bioafbreekbare verpakkingen. Spijtig genoeg, voor de moment zijn die zo ontwikkeld dat die eigenlijk biologisch afbreken in compostinstallaties, dus bij hoge temperaturen, zonder licht. Dus als men zegt voor gewone verpakking kan 4, 5, 600 jaar het milieu achterblijven, vooraleer dat het zo klein is dat het eigenlijk helemaal meer zichtbaar is. Dus plastic blijft 600 jaar liggen? Ja, er zijn een aantal plastics. We spreken altijd over meerdere honderden jaren. Bij die bioafbreekbare plastics zien we andere studies dat die nog altijd, als ze in het milieu terechtkomen, nog altijd 50, 60 jaar aanwezig kunnen zijn vooraleer dat ze uiteenvallen. Het feit dat ze wel sneller microplastics vormen, brengt natuurlijk andere problemen mee. Want bij de macroplastics, de grotere stukken, zie je bijvoorbeeld dat een negatief effect is dat dieren verstrengeld geraken. Maar bij de microplastics zien we dat die opgegeten worden door vogels, door vissen. Maar ook zeer kleine stukjes komen in mosselen terecht. Mosselen zijn filtervoederaars. Waardoor we ze zelf gaan consumeren. Ja, inderdaad. Een onderzoek van de Universiteit van Gent een aantal jaar geleden heeft aangetoond dat per gram zacht weefsel er 0,36 tot 0,47 items microplastics in zitten. En dat dit voor mensen die regelmatig mosselen eten tot effect heeft dat zij tot 11.000 stukjes microplastics per jaar binnenkrijgen. En ook de gevolgen voor de mens die zijn nog niet gekend, ook daar is nog onderzoek naar nodig. Ja, nu de initiële vraag, bioafbreekbare verpakking. Ik hoor u zeggen, ja, dat moet eigenlijk ook gecomposteerd worden, ja, in installaties. Ja. Allee, een beetje kort door de bocht geformuleerd. Als dat in het zwerfvuil terechtkomt, zijn we eigenlijk hebben we nog niet zoveel gewonnen. Ja, 450 jaar, maar het blijft er wel 50 jaar liggen. Ja, inderdaad. Het is vooral een verschuiving van het probleem. Een verschuiving van het probleem. Ja, de oplossing gaat echt zijn in ten eerste mensen bewust maken van het probleem. Voorkomen dat ze überhaupt in de natuur en in de rivieren en zo in de oceanen terechtkomen. En dat kan op verschillende manieren zijn. Statiegeld is dan voor de drankverpakkingen een oplossing, terug anders omgaan in hoe dat we ons voedsel verpakken, kan ook een andere oplossing zijn. Maar we zien ook bijvoorbeeld, als we naar de Schelde kijken, het Scheldebekken verbindt eigenlijk 22.000 vierkante kilometer land met de oceaan. Je hebt natuurlijk de Schelde als rivier zelf, dat wordt dan gevoed door nog kleinere zijrivieren en andere stromen. Maar ook bijvoorbeeld via riolering. Mensen kunnen van alles doorspoelen. Dat vind ik een beetje bizar, want ik dacht dat we in Vlaanderen sinds de jaren 90 al bezig waren met waterzuiveringsstations. Ja, er zijn twee problemen in eigenlijk. Dat is, je hebt ten eerste wat aan mensen doorspoelen en in de riolering komt. In een conventioneel rioleringssysteem gaat het water inderdaad naar de waterzuiveringsstations. Alleen zien we dat er elk jaar gedurende 260 uren aan overstort gedaan wordt. Vooral in periode van zware regenval. Omdat de waterzuiveringsstations de capaciteit niet aankunnen. Dus al de plastic die dan in de riolering zit, komt in rivieren terecht. Maar bijvoorbeeld ook bij het meer recentere gescheiden systeem. Als plastic op straat ligt en via allerlei putjes langs de kant van de weg in de riolering komen. Als dat dan water is, dat alleen regenwater is en automatisch de rivieren ingepompt wordt, omdat er vanuit gegaan wordt dat dat proper is en daar dus geen afvalwater bij tussen zit, ja, dan blijven we nog altijd in grote hoeveelheden plastic. Maar ik onthoud, we gaan ons gedrag als consument wel moeten veranderen.
Het is ook zo dat de waterzuiveringsinstallaties in ons land veel minder geëquipeerd zijn dan die in het buitenland. Bijvoorbeeld, de waterzuiveringsinstallaties in Duitsland houden voor 90% microplastics of vandaag al tegen. Goed, ze zijn er, we kunnen niet aan veranderen. 60%, dus dat is ook een actie die wij hebben voorgesteld, waar de regering niet is op inhaken. Ja, maar goed. Misschien daarop aansluiten. Dus dit is natuurlijk productnormering, dat is een federale zaak. Wat je eigenlijk moet doen, is niet, want dat is heel duur, collega, om dat ook nog eens door die waterzuiveringsinstallaties, die microbies eruit te halen, die kleine plastic brokjes. Maar die zitten bijvoorbeeld in tandpasta of in shampoo. Ja, maak dan gewoon tandpasta en shampoo waar dat niet in mag zitten. Hè. Verbied dat het erin zit. Waarop maar zitten we te wachten om dat te verbieden? Maar dat is inderdaad een federale aangelegenheid. Want voor ons heeft dat ook, dat hele verhaal heeft inderdaad ook een beetje een communautair staartje. Waarom? Vandaag wordt er per jaar 320 miljoen heffing geïnd op de verpakkingsindustrie. Die wordt federaal binnengehaald, maar daar doet men eigenlijk niks mee ten gunste van het zwerfvuil of ten gunste van het milieu. Dus wat wij zeggen is, breng dat naar de regio's, zodat dat we dat echt kunnen inzetten. Misschien nog een laatste punt over die bioafbreekbaarheid. Ik denk dat we daar ook nog wat innovatie mogen verwachten, dat daar wel aan gewerkt wordt, dat heel wat instellingen daarmee bezig zijn. In de toekomst zal er natuurlijk wel betere biologische afbreekbare plastics zijn. Natuurlijk, overlaatst was ik in een gesprek met een collega uit het Verenigd Koninkrijk en die zei ook, er wordt nu verwacht van de technologie dat men plastic gaat produceren dat weken of misschien maanden in een supermarkt op een rek kan staan en perfect in zijn vormbehoud en kwaliteit, om dan 10 minuten na dat we het gebruikt hebben en niet meer nodig hebben, opeens mysterieus gaat natuurlijk, vandaar natuurlijk het pleidooi dat we als consument misschien ook wel eens moeten nadenken wat we doen met ons afval. Absoluut. Om in de eerste plaats niet zelf op straat gaan gooien en onze hoop op de technologie en op de wetenschap. En ik hoop dat jullie er dan ook nog aan uitgeraken wat dat statiegeld betreft. In elk geval, onze tijd voor dit gesprek zit er helemaal op. Stief van den Berg van de SPA, bedankt. Ja. Voor jouw komst, Bert Teunkens van de Universiteit Antwerpen ook bedankt. En Wilfried van Dalen van de NVA, bedankt om tot hier te komen. U, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. En graag tot een volgende keer. Dag.